Hoe was je vakantie? Wanneer ga je een echte baan zoeken? Ben jij heel rijk? Nou, je kan je vast voorstellen dat ik deze vragen wel eens gesteld krijg. Ik ben Suzanne van Duin en ik ben locatie-onafhankelijk ondernemer. Dit betekent dat ik kan werken waar ik wil en kan reizen wanneer ik wil. Hier ben ik bijvoorbeeld aan het werken in Thailand. Ik ben sinds mijn afstuderen in 2011 op zoek geweest naar geluk. Reizen bleek voor mij de sleutel. Ik maakte mijn eerste verre reis in mijn eentje na mijn studie, twee maanden alleen door Vietnam, Cambodja en Laos. Super gaaf, maar ook super leerzaam. Dat wilde ik vaker gaan doen. Sinds ik voor mezelf ben begonnen, heb ik dan ook bovengemiddeld veel gereisd. Ik ben gemiddeld vier maanden per jaar in het buitenland, verspreid over meerdere trips. Het voelt gek om het in deze tijd over reizen te hebben. Veel van ons zitten al maanden thuis. Sommigen hebben misschien echt in quarantaine gezeten. Reizen leek eigenlijk nog nooit zo ver weg. Het is onzeker wanneer we zorgeloos weer een verre reis kunnen maken. Het leven wat ik eigenlijk de afgelopen vier jaar heb geleefd, lijkt weer een droom. Toch ga ik jullie vandaag laten zien dat geluk niet afhankelijk is van reizen. Heb ik vooral beseft tijdens corona, maar eigenlijk ook al in de afgelopen jaren. Ik heb heel veel gereisd, maar ook heel veel geleerd. Het was nodig om te komen waar ik nu ben. Dus vandaag ga ik met jullie delen wat ik van die vier jaar werken en reizen heb geleerd. Hiervoor moet ik even terugspoelen naar 2015. Ik wilde op dat moment maar één ding. Vrij zijn. Vrij zijn om te kunnen reizen. Te reizen wanneer ik wilde. He, reizen, ja, nieuwe culturen ontdekken, feestjes, duiken, natuur. Als ik reis, voel ik me echt helemaal vrij, een vrouw van de wereld. Eigenlijk op het moment dat ik al op schip kom of nou, het vliegtuig opstijgt of land op een nieuwe bestemming, voel ik de kriebels in mijn buik en krijg ik een instant smaak op mijn gezicht. Ja, reizen, ja, dat, dat, dat is voor mij gewoon de sleutel tot geluk. Maar het is lastig als jij in lonings bent. Um, he, dan heb je 25 vakantiedagen. De rest van het jaar moet je op kantoor zijn. En als je vakantie wil, moet je dat in overleg opnemen. Daarom begon ik voor mezelf als locatie ondernemer. Ik werd freelance PR adviseur en ik nam alleen klussen aan die ik locatie kon uitvoeren. Het maakte dus niet uit of ik nu thuis werkte, of in Barcelona zat, of op Bali. De afgelopen vier jaar heb ik ontzettend genoten van die vrijheid. Soms werkte ik met uitzicht op het strand in Thailand. De andere keer zette ik mijn pop-up kantoor op in de jungle van Costa Rica. Ik heb zelfs de Atlantische Oceaan overgevaren op een cruiseschip. Ja, de vrijheid was me alles waard. Ik kon reizen wanneer ik wilde en dat deed ik ook. Hoe fijn is het om s'morgens wakker te worden in een warme omgeving, om te overwinteren op een mooie bestemming. Om geld te kunnen verdienen vanaf de mooiste plekken ter wereld. Natuurlijk werkte ik ook gewoon, het was geen vakantie. Um, maar daardoor kon ik ook blijven reizen. Als je meer verdient dan je uitgeeft en niet inteert op je spaargeld, kan je dit blijven doen. Op sommige plekken was ik zelfs goedkoper uit dan in Nederland. Natuurlijk is het niet altijd feest. Ook op reis heb je wel eens een baaldag. Soms zit het internet niet mee, kan ik niet werken. Of ik heb juist te veel werk en ik zit helemaal in de stress. Ik heb wel eens heimwee gehad of een regenseizoen. Maar uiteindelijk was het het me allemaal waard. Dus als jij nu denkt: wauw, dit wil ik ook, ik wil ook locatieonafhankelijk werken. Let dan goed op, want ik heb drie vereisten waaraan jij dan moet voldoen. Om dit ook te kunnen. en De eerste twee krijgen jullie al praktisch cadeau door corona. Luister maar. De eerste vereiste is locatie onafhankelijk werk. Dit betekent dat je, ja, je werk moet zich er wel verlenen om remote uitgevoerd te kunnen worden. Maar gelukkig is hiervoor voor meer geschikt dan je misschien denkt. Eigenlijk alles wat je op de computer kan doen, alles wat je online doet, is geschikt. En de mensen die de afgelopen maanden thuis hebben gewerkt, hebben misschien ook wel zelf ervaren dat er eigenlijk veel meer mogelijk was dan ze eerst dachten. En met dat aanpassingen en online tools kan je werk prima online worden uitgevoerd vanuit huis. En nou ja, dan vaak kan dat ook vanaf een andere plek. En vereiste nummer twee is autonomie. En daarmee bedoel ik dat je uh, wel zelf degene moet kunnen zijn die beslist waar je gaat werken. Want als jouw werk geschikt is maar vervolgens heb jij een baas, een werkgever of een opdrachtgever die zegt dat jij op kantoor moet werken. Dan ben je nog niet echt vrij. En ook freelancers hebben hier soms mee te maken. Ik heb ook opdrachtgevers gehad. Of nou, die werden het dan niet. Maar bedrijven die vonden dat ik op kantoor moest komen werken. En ja, daar moet je dus heel streng in zijn. Um, maar door corona denk ik dat hier echt iets is veranderd. Ik denk dat we afgelopen maanden afgelopen maanden prima hebben laten zien dat we thuis kunnen werken. Dat het allemaal gewoon kan. Dat er meer kan dan we dachten. Dat we te vertrouwen zijn. Dat het gaat om resultaat en niet om uren. Dus ik denk dat er geen werkgever of opdrachtgever meer is die kan beweren dat thuiswerken niet mogelijk is. Dus die krijgen jullie ook cadeau. Ik denk eigenlijk dat jullie dus een beetje geluk hebben en dat jullie het makkelijker hebben dan ik toen ik begon in 2016. Jullie hebben je werk waarschijnlijk al grotendeels remote gemaakt. Jullie hebben geoefend met remote werken. Jullie kennen de online tools. En jullie baas vormt geen obstakel meer. Dan is er dus nog één vereiste over. En dat is nummer drie. En dat is mindset. En dat is een beetje een vaag begrip. Maar ook een hele belangrijke, heb ik gemerkt bij mezelf en ook bij de mensen die ik wekelijks coach. Want als aan de eerste twee vereisten is voldaan, je hebt de moot werk en je mag zelf bepalen waar je werkt, waarom doe je het dan niet? Wat houd je dan tegen? En vaak gebeurt het allemaal hier. Het zijn gedachten die je tegenhouden. Het zijn je belemmerende overtuigingen. En om die belemmerende overtuigingen te overkomen, moet je een sterke mindset hebben. En het goede nieuws is dat jij echt een sterke mindset kan trainen. Ik heb zelf ook echt geleerd om daar sterker en krachtiger in te worden. Het is iets wat je kan oefenen. En ik heb twee oefeningen voor jullie vandaag, die jullie kunnen helpen met het trainen van die betere mindset. Waarmee jij straks ook uh, kunt, ja, durft te, te, te reizen en te werken, dat je het echt gaat doen. En de eerste oefening is eigenlijk om bewuster keuzes te gaan maken. Kies echt hiervoor. Jij kan ook hiervoor kiezen. Ik heb ook bewuste keuzes gemaakt. Ik heb ook bewust gekozen om een andere baan te gaan zoeken. Ik heb bewust gekozen om een carrière-switch te maken, om voor mezelf te beginnen, om locatie-onafhankelijk te gaan werken. En natuurlijk moet je meer doen dan die keuze maken, maar het begint wel bij de keuze. Daarna moet je ook doen, maar het begint allemaal met die bewuste keuze. En wat mij heel erg heeft geholpen bij het bewust keuzes maken, is dat ik besefte dat als je niet een keuze maakt, dat dat ook een keuze is. Dan kies je namelijk voor om te blijven waar je nu bent. En dat hoeft natuurlijk niet erg te zijn. Als jij je leven al fantastisch vindt, dan is er niks aan de hand. Maar als jij droomt van iets anders, dan is blijven zitten geen optie. Van stilstaan is nog nooit iemand verder gekomen. Ik hoor jullie nu denken, ja, maar bij mij is dat echt heel lastig hoor. Ik heb een relatie of ik heb een gezin. Ik uh, heb niet genoeg geld om dit te doen. Ik heb een hypotheek te betalen. Ik heb ze allemaal al gehoord. Maar dit zijn dus die belemmerende overtuigingen. Die moet je zien te, te overkomen. En die keuzes maken, dat gaat je er echt bij helpen. Ik heb nog een oefening voor jullie, dat is de tweede oefening. En dat is uh, het vermogen om je aan te passen. Ja, want als je je aanpast, dan kom je ook weer verder. Als je niet aan kan passen, dan blijf je eigenlijk ook weer zitten waar je zit. En ja, ik denk als je ook gaat werken vanuit het buitenland, dat je sowieso flexibel moet zijn. Dat je flexibel moet kunnen omgaan met situaties. En niet alleen als het internet een keertje niet meewerkt, of, of elke week. maar ook als je he, elke week naar een andere bestemming gaat of nou, in de weg ernaartoe. Als jij een andere baan moet zoeken of je moet voor jezelf beginnen, dan moet jij je ook weer aanpassen. En ik heb zelf ervaren weer in corona hoe snel ik me eigenlijk kan aanpassen. En dat is ook iets wat ik elke keer, ja, wat ik heb geleerd en wat ik elke keer nog steeds train. Hè, ik moest ook even schakelen toen uh, de melding kwam over de lockdown. Ik, um, ik zou eigenlijk de week daarna uh, naar Marokko gaan, ik had er echt naartoe geleefd. Ik had een best wel drukke periode achter de rug. Mijn boek was uitgekomen. En ik keek heel erg uit naar een tripje. Voor mijn gevoel was ik toen al heel lang niet op reis geweest. Dus ik had echt zin om even op te laden. En ja, toen kon ik opeens niet gaan. Dus dat is ook heus wel even schakelen weer. En, en uh, hè, um, dan moet ik ook weer denken: oké, okay, ik moet me aanpassen. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. Ik ben sindsdien het lab niet uit geweest. Ik ben nog nooit zo lang, denk ik, binnen de grens gebleven als de afgelopen 10 jaar. Um, maar toch ben ik eigenlijk weer gelukkig. Ik heb mezelf opgeladen, ik voel me niet meer moe en ja, ik voel me eigenlijk gewoon uh, ja, happy. En als ik er zo over nadenk, voelde ik me eigenlijk, denk ik, één, twee weekjes na dat bericht over die lockdown alweer happy. En dat komt dus omdat ik me heb kunnen aanpassen. En ik weet zeker dat jullie dat ook allemaal kunnen trainen, want het is mij opgevallen. Dat iedereen zich eigenlijk weer heeft moeten aanpassen in deze situatie. Iedereen heeft ja, zich moeten aanpassen in corona en laten zien hoe veerkrachtig we eigenlijk toch allemaal als mens zijn. Dus ja, als aan die eerste drie vereisten is voldaan hè, de locatie-onafhankelijk werk, de autonomie en die mindset dan weet ik zeker dat reizen wanneer jij wilt ook voor jou mogelijk gaat zijn. Maar goed. Zoals jullie misschien hebben gehoord, ben ik erachter gekomen dat reizen voor mij dus niet per se die sleutel is tot geluk. Ik heb mij ook gelukkig gevoeld, ik voel mij ook gelukkig in Nederland. Ik kan mij ook in Nederland vrij voelen. En ik weet dit omdat ik dus zelfs in de lockdown eigenlijk mijn, mijn genoten heb van mijn vrijheid. Ik heb ervaren dat ik ook vrijheid kan hebben in Nederland. En dan denk je misschien van ja, wat, wat is vrijheid dan eigenlijk hè? En ik heb hier ook over nagedacht. En ik heb me gerealiseerd dat vrijheid voor mij toch wel meer is dan reizen. Het is voor mij he, de, de mogelijkheid om mijn eigen dag in te delen. Om baas te zijn over mijn eigen leven. Om zelf te bepalen wat ik, hoe, ik, ja, hoe ik mijn business run. Als ik zin heb om een boek te schrijven, dan kan ik dat doen. Als ik zin heb om een e-course te starten of om een coachingbusiness op te starten, dan kan ik dat doen. Als ik vandaag vrij wil nemen om hier een TED-talk te geven, dan kan ik dat doen. En ja,. Het geeft mij het gevoel dat ik eigenlijk de wereld aan kan en dat ik mij elke keer weer kan aanpassen in een nieuwe situatie. Dus ik denk als jij ook vrijheid wil, dat je niet op zoek moet gaan naar de sleutel om te reizen, maar de sleutel naar vrijheid. Reizen is niet het doel. Het doel is vrijheid. Dus als jij hè, ook meer vrijer wil zijn in je leven, ga dan vooral kijken naar. Um, hoe je baas wordt over je eigen leven. Het gaat over keuzes maken. Het gaat over je aan kunnen passen. Het gaat over het heft in eigen hand nemen. En het gaat niet over hoe vaak je reist of 25 landen bezoeken in twee jaar. Ik wil afsluiten met één vraag: Wat staat jouw vrijheid nog in de weg? Want voor jij kan werken over de grens, zul je eerst deze persoonlijke grens moeten verleggen. Dank jullie wel.